Hallo, welkom bij Markus 4, Bijbelgedeelte, waar we aan toe zijn, vers 21 tot en met 23. En dat wil ik graag eerst even voorlezen. Het gaat over de geschiedenis van Jezus, heel lang geleden, maar nog steeds actueel. En hij is in gesprek, soms met zijn leerlingen, die een kleinere kring vormen om hem heen, en soms met een enorme menigte aan wie Jezus ook wat te vertellen heeft. Dit gaat ook over de menigte. Markus 4, vers 21 tot en met 23. Tegen de menigte zei hij, je steekt er geen lamp aan om hem onder een korenmaat te zetten of onder een bed weg te bergen. Nee, je zet hem op een standaard. Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt. Alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Jezus praat weer tegen de hele menigte. Hij heeft net aan zijn leerlingen het een en ander uitgelegd over hoe dat zit met die gelijkenissen. En nu laat hij ze weer een gelijkenis horen. En er komen er nog meer in dit hoofdstuk. Een soort verhaaltje uit de werkelijkheid, waarvan je meteen ook mag bedenken dat er een extra bodem in ligt, een extra betekenislaag. En de kunst is om die te ontdekken. Ik weet niet of de mensen van toen daar goed in waren of niet. Voor ons is het soms al lastig genoeg om te snappen wat het betekent. In elk geval, Jezus vertelt de gelijkenis van de lamp. Over de lamp. Je moet wel bedenken dat het in die tijd toch wel anders was dan in onze tijd. Wij hebben sinds 100, 150 jaar, misschien langer, elektriciteit. En dat is voor ons zo vanzelfsprekend geworden dat we er niet eens meer over nadenken. Maar lange tijd heeft de mensheid geleefd in absolute duisternis als er geen lamp aangestoken werd. Dan was het gewoon vreselijk donker, dan zag je geen hand voor ogen. Lampen waren dus belangrijk om ook 's avonds wat te kunnen doen of wat te kunnen zien, om niet te struikelen, om over de weg te kunnen gaan enzovoort. Jezus zegt, stel je voor, je stelt een lamp aan, je steekt een lamp aan. En dan, wat doe je er dan mee? Zet je er een korenmaat overheen? Een korenmaat is voor zover we weten, een hele grote emmer of ton of zoiets die gebruikt werd om het koren in af te meten. En die komt makkelijk over zo'n lamp heen. Zet je die er overheen? Dat is natuurlijk lachwekkend. Maar dan ben je weer in het donker. Dat schiet dus niet op. Of zegt Jezus, je steekt een lamp aan en zet hem onder je bed. Nou, dat zou ik zeker niet aanbevelen. Er zijn al heel wat branden geweest in huis, omdat mensen iets met vuur of met licht, maar met name met vuur, op bed of in bed deden. Levensgevaarlijk. En vroeger al helemaal. Want een lamp, daar zat altijd vuur aan op een of andere manier. En bovendien, laten we nu eerlijk wezen, dit zijn zulke absurde voorbeelden dat het volstrekt duidelijk is, dit is niet de bedoeling. Als je een lamp aansteekt, dan doe je er wat mee. Als je er een emmer overheen zet of onder een bed verstopt, daarvoor heb je een lamp niet aangestoken. Je mist het doel. En dan raken we iets aan. Maar een belangrijk thema is in het Oude en Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament, met name in het Grieks, kom je dat tegen. Het woord voor zonde betekent letterlijk de pijl die niet het doel raakt. Dat je ernaast schiet. Dat je leven ernaast schiet. Zonde is dat je leven niet het doel bereikt waarvoor je geschapen en gemaakt bent door God. Dat je van alles en nog wat kunt doen. Ook hele mooie dingen, ongetwijfeld, prachtig. Maar wat wil God eigenlijk met jouw leven? Heb je dat wel eens afgevraagd? En op het moment dat je dat afvraagt, dan ga je erover na zitten denken. Wat wil God met mijn leven? En op het moment dat je daarna gaat vragen, komt er op een of andere manier duidelijkheid over. De bedoeling is dat ons leven raak schiet en niet mis. De bedoeling is dat het licht schijnt en dat niet de duisternis overheerst. Dus moet het op een standaard, zegt Jezus. Zo'n lamp, die zet je bovenop een standaard, hoog, zegt de Bijbel in gewone taal dan ook nog erbij. Een kandelaar, zodat hij een maximum aan licht geeft. Nou, dat weten wij ook. Veel lichten, veel lampen, die zitten bij ons aan het plafond. Want dan bestrijken ze de hele kamer. Erg voor de hand liggend. Het moet dus in het openbaar worden. En daar zegt hij dan een volgende regel over. En die is wel, dat is wel een breinbreker. Want hij zegt, en ook wel een onrustgevende tekst. Wat verborgen is, moet openbaar worden. En wat geheim is, moet aan het licht komen. Moet zichtbaar worden. Er zijn wel momenten dat ik niet zo gelukkig ben met deze tekst. Dan denk ik,
Het is me goed dat anderen dit niet weten. Het is me goed dat niet iedereen dit weet. Want dan zou ik er toch wel een beetje lachwekkend bij lopen. Dan zou ik er toch wel een beetje lachwekkend opstaan. Dan zouden ze misschien wel denken, wat is dat voor een rare? Nou ja, dat denken ze misschien toch wel. Maar even afgezien daarvan. We hebben allemaal onze geheimen. We hebben allemaal onze verborgenheden. Dingen waar je niet mee te koop loopt en die je liever niet laat zien aan anderen. Die verborgen moeten blijven. Dat is natuurlijk ook de eerste betekenis van dit vers dat Jezus uitspreekt aan die hele menigte en ook aan ons. Dat je moet bedenken dat tegenover God je niks verborgen kunt houden. En tegenover Jezus ook niet. Jezus geeft daar blijk van. Hij doorziet wat mensen denken en zo. Dus als je Jezus ontmoet, dat is ook wel onrustbarend hoor. Het is een beetje enigszins schrikwekkend. Als je met Jezus in contact komt, dat hij je doorheeft. Dat hij je kent. Dat hij je beter kent dan je jezelf kent. Daar kun je van alles nog mee doen. Je kunt hard weglopen. Je kunt denken, ik wil er helemaal nooit meer mee te maken hebben. Je kunt ook denken, gelukkig is er iemand die me kent. En niet gillend wegloopt bij mij. En dan is het gewoon het beste om maar eerlijk op te biechten. Om vergeving te vragen. En dat dan ook te beleven, dat je dat krijgt. Voluit. Een vergeving die alles wegwast, alles wegdoet. Wat je netjes opgebiecht hebt. Wat je bij Jezus brengt aan duisternis. Wordt zelf tot licht. Het gaat over ons dus. Die tekst gaat over ons. We kunnen in ons leven een heleboel dingen verborgen houden. Maar uiteindelijk komt alles aan het licht. En dan kun je maar beter het direct opruimen. Want dan zit het je ook niet meer dwars. Ik denk goed dat het over Jezus zelf gaat. Hij die het zegt is het zelf vaak. Bijna altijd. En dat is hier dus waarschijnlijk ook zo. Er moet nog wat openbaar worden naar Jezus. Ja, dat klopt inderdaad. Want wat zie je? Ja, je ziet een rabbi, een soort rabbi, die met veel meer gezag spreekt, dat dan wel. En wonderen doet, ook heel bijzonder. Maar die het vertikt om een politieke route te volgen. Die het vertikt om de Romeinen aan te vallen. Die soms zich verstopt. Die tegen mensen zegt, je moet je mond houden als hij ze genezen heeft. Er is een heleboel verborgens en geheim aan Jezus. Misschien is het grootste geheim wel de grootste verborgenheid als hij doodgemarteld wordt door Romeinse soldaten in opdracht van de Joodse regering. Wat is dat nou voor koning? Zo snel ze ook om zijn kruis heen waaraan hij doodgemarteld wordt. Wat is dat nou voor koning? Als je koning bent, komt er enzovoort. Verborgen, hij is verborgen. Maar dan komt de dag van de opstanding. Meer dan 500 ooggetuigen rapporteren daarover, waarvan een aantal ook netjes in de Bijbel verwoord zijn. Hij is opgestaan uit de dood en leeft voor eeuwig. Er is een begin van een glorieuze verdieping, versterking, verkrachtiging, bekrachtiging van het leven van Jezus. Hij is niet meer verborgen, maar hij is openbaar. Daarna leert de Bijbel, gaat hij naar de hemel, waar hij naast God zit, op de rechterstoel, en komt hij terug. En het is die verheerlijkte, die glorieuze Jezus, waar het uiteindelijk om gaat. Dat is de lamp die boven op de kandelaar komt te staan. Die het licht van de wereld zal zijn in de toekomst. En dat nu ook al is. Er is nog een derde betekenis, die staat hier dan niet in, wordt in een andere Bijbeltekst genoemd, maar vooruit. Jezus zegt dat tegen zijn leerlingen, tegen zijn kleinere kring. Jullie zijn het licht van de wereld. Als je mij gelooft, zijn jullie het licht van de wereld. Oké. Nou, dat is dus wel iets om over na te denken en om wat mee te doen. Om te bedenken, hoe kan ik vandaag het licht in de duisternis wezen? Voor wie? En dan is er verrassenderwijs haast altijd wel een mogelijkheid om daar wat mee te doen. En mocht je dit gewoon vele stappen te ver vinden, dan is het iets om over na te denken. Kan Jezus licht ook in jouw leven schijnen? En wat mag je voor je opruimen? En wat zou het betekenen voor het doel van je leven? Doen en laten van je alledaagse bestaan. En de agenda die je erop nahoudt. Tot zover eerst maar eens deze gelijkenis. Er komen er nog meer in volgende filmpjes met een beetje geluk. Misschien tot ziens. In elk geval, God zegen toegewenst.